Goedemorgen. Goedemorgen, Laszlo. Hallo. Ik We zat begonnen net ons al een een beetje mail. zorgen te maken. We dachten van, nou, oké, we zitten allemaal klaar. Maar kennelijk was er wat onduidelijkheid over het startmoment van de demo. Ja, inderdaad, ik zat in een andere meeting. En nu pas Oké. zag ik, 10:30 had ik in mijn hoofd, op de een of andere manier. Oké. Nu pas zag ik dat is gewijzigd, last minute. Ja. Ja, sorry. Ik Ook probeer maar. flexibel te zijn, maar zo flexibel op de dag. Dat Oké. gaat heel Nou, moeizaam. Sorry. goed. Fijn dat het toch gelukt is, Ja. Laszlo. Wellicht voordat we gaan starten met de demo. Ik heb wat mensen gevraagd om vrijblijvend even aan te haken. Dat zijn mensen die te maken hebben met Erasmus+. Dat zijn mensen die te maken hebben met internationalisering. En eigenlijk de reden dat ik bij jou terecht ben gekomen is vanwege het feit is dat ik van een aantal opleidingscentra in het land het signaal heb gekregen dat jullie een systeem hebben waarbij de vereenvoudiging van het administratieve proces met betrekking tot Erasmus+ wellicht een lastenverlichting zou geven. En er zitten een aantal mensen aan deze vergadering bij. Dus ik laat de mensen zichzelf maar even voorstellen. Dan weet je ook gelijk wie er allemaal aansluiten. Manuela, mag ik bij jou beginnen? Ik doe even mijn microfoon aan. Hi, ik ben Manuela Valenti en ik doe eigenlijk de administratie voor Erasmus+. Dus ik verzamel alle formulieren, ik stuur ze op, ik maak de grant agreements enzovoort enzovoort. Kijk of alle documenten kloppen. En ja, alle budgetten hou ik bij. Goed zo. Dankjewel, Manuela. Evi, mag ik vragen aan jou om jezelf even te introduceren? Ja, ik ben onderwijsadviseur bij Zadkine Business College en ik zit eigenlijk ook nu als afgevaardigde voor Business College ook om mee te luisteren. Oké, dankjewel. Noi. Goedemorgen, ik ben Noy Singer, ik ben docent maatschappelijke zorg en ik heb ook uren voor internationalisering om ja, dat meer in te bedden binnen GBS, binnen gezondheid en welzijn. Oké, dankjewel. Azra. Je microfoon. Goedemorgen, ik ben Azra Hanzebeveritsch, Office Visas 5 specialist. En voor de rest doe ik alles voor informatie management. Dus ik wil wel weten waar gaat het over, welke applicatie is dat en wat zijn de voorwaarden hiervoor? Ja. Heel erg benieuwd. Oké. Nou, Laszlo, nu aan jou het woord. Goedemorgen allemaal. Ik ben Laszlo Szomody, de oprichter van Erasmus on Rails. Erasmus kwam een jaar of 4 geleden op mijn pad, toen ik op zoek was naar een nieuwe uitdaging. Ik ben een aantal jaren in de ruimtevaartindustrie gewerkt. Mijn komaf is Hongaars. Ik ben getogen in Nederland. En op dit moment, ja, leid ik het leven van een wereldburger en ik run Erasmus on Rails van verschillende plekken in Europa. Op dit moment vanuit Griekenland. Ja, wat Erasmus on Rails precies inhoudt, ja, dat, en wat wij precies doen, dat laat ik dan graag zien aan de hand van een korte demo. Eigenlijk misschien vooraf even iets over wat wij doen en wat is onze visie en missie als Erasmus on Rails. We willen graag bijdragen aan de Ja, aan het vereenvoudigen van de uitvoering van Erasmus. En wij hopen dat wij daarmee eigenlijk meer kansen voor jongeren kunnen creëren en dat eigenlijk ook tot meer wereldburgerschap leidt. En wat bedoelen wij daarmee, het vereenvoudigen van Erasmus? Wat moet daarvoor aanwezig zijn? Wij vinden dat daarvoor eigenlijk twee elementen moeten samenkomen. Enerzijds heb je dan ja, de techniek, de technologie. En dat moet dan eigenlijk samengaan aan de andere kant met het uitstippelen van efficiënte en effectieve processen. Dus techniek en processen, dan heb je een eenheid. En daarom zeggen we ook Erasmus on Rails. Als jij dus ja, die bijvoorbeeld automatisering hebt, dan heb je een hoogmoderne locomotief. Als je ook efficiënte processen hebt, dan heb je ook een hoger snelheidsnet. En dan kunnen we stellen dat je Erasmus on the rails hebt gezet. Vandaar eigenlijk onze naam. Wat wij eigenlijk met automatiseren niet willen en niet bedoelen, is we willen de mens niet vervangen, we willen de mens graag bijstaan. En wat dat precies inhoudt, wij
Het oude manier van denken was dat als je iets wilt oplossen in je leven, dan heb je een tool nodig. Dan heb je een app nodig, dan heb je iets nodig. En dan moet je eigenlijk als mens leren hoe die app en hoe die tools werken. Maar wij vinden dat wij nu eigenlijk in een tijd leven dat dat niet meer hoeft. Dus eigenlijk zijn het de tools die zich aan ons kunnen aanpassen. En de tools die kunnen leren hoe wij werken en welke tools wij gebruiken. En niet andersom. Dus dat is eigenlijk de visie onze visie wat automatisering betreft. Ik hoop dat dat ook dan ook naar voren zal komen tijdens de demo. Als ik laat zien welke tools wij dan zo aan elkaar koppelen. Ja, dus dat is eigenlijk heel kort vooraf. Als er geen vragen zijn, dan deel ik graag mijn scherm. En dan kan ik even wat laten zien over automatisering. Ik heb wel een vraag. Ja. Begrijp ik het wel goed dat jij niet bij Erasmus werkt, maar ernaast eigenlijk? Een ander bedrijf. We zijn absoluut onafhankelijk. Dus we zijn een onafhankelijk bedrijf. Wij hebben ook zelf geen contacten bij het National Agency of met de European Commission. Dat moet ook, want de uitvoering van Erasmus, dat moet bij de scholen liggen. Dus dat is ook een kwaliteitseis. Dat wij bijvoorbeeld niet namens een school gaan onderhandelen met Erasmus. Dus we zijn totaal onafhankelijk en we kijken en proberen ook met een onafhankelijke bril naar het proces te kijken. En op dit moment focussen we nog op Nederland. Maar het staat zeker op de planning om ook andere landen mee te nemen en om te kijken hoe eigenlijk al deze processen die dan via het National Agency dan worden aangegeven, hoe dat in andere landen ook verloopt en wat we eventueel ook daar kunnen doen en wat wij daarvan ook kunnen leren. Dus wij proberen ook een beetje zo een universeel beeld, zeg maar een vogelvluchtbeeld ook te hebben van van enerzijds automatiseren en anderzijds Erasmus. Oké. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, dan deel ik nu even mijn scherm. Ja, voor deze demo kunnen we ons voorstellen dat een student, laten we zeggen, Anna, graag op stage wil. De eerste stap, wat ze dan doet is, er is een informatieportaal binnen onze school. En dan kan zij op deze portal inspiratie opdoen over Erasmus. Door te lezen wat Erasmus voor haar kan betekenen. Eventueel succesverhalen ook bekijken. Wat cijfers. En het belangrijkste is, zij kan dan zich informeren over de nemen stappen. En dat is dan voor deze demo een iets kortere versie. Voor de mobiliteit, het invullen van een mobiliteitenformulier. Wat dat is, daarover, dat laat ik zo even zien. Het indienen van dit formulier. Dan komt een verwerkingsfase aan de kant van onze international office. Dan moet onze student nog een learning agreement elektronisch ondertekenen. Een grant agreement elektronisch ondertekenen. En dan krijgt ze 70% van haar subsidie uitbetaald. Dan gaat ze op stage. En na de mobiliteit moet ze nog een learning certificate ondertekenen. En moet ze nog een participant survey invullen. En dat is vanuit de Europese Unie, vanuit Erasmus. En dan hebben we ook nog een ander formulier, een evaluatieformulier, waar ze ook nog wat extra's kan delen over haar ervaringen. En als dat allemaal gedaan is, dan wordt ook de restant van haar subsidie uitbetaald. Dus dat is het proces. Onze student zegt, oké, dat is wel leuk, dat ga ik doen. En dan kan ze eigenlijk hier op het formulier klikken. Dat wordt dan opgeslagen op haar bureaublad. En dan kan ze beginnen met het invullen, het verzamelen van de gegevens. Welke gegevens zijn dat? Dus eigenlijk wat wij hier proberen is, wij proberen eigenlijk alle gegevens vooraf te verzamelen. En dan is de boodschap, als je dit formulier helemaal goed invult, helemaal netjes, alles klopt, alle telefoonnummers, e-mailadressen, dan heb je verder helemaal geen problemen tijdens het proces. Dan wordt alles dan loopt alles gesmeerd. Dus één formulier, dit is het formulier, formulier Erasmus Plus subsidieaanvraag. Hier vragen wij dan bijvoorbeeld of deze student met een groep meegaat of alleen. De persoonlijke gegevens, studentnummer, de andere persoonsgegevens, IBAN, rekeningnummer. Wat we hier ook doen is, wij controleren ook eigenlijk al de invoer. Dus we willen bijvoorbeeld geen
baby's hebben. Dus dan krijg je bijvoorbeeld als je een ongeldig geboortedatum invult, krijg je daar meteen een melding over. Opleidingsgegevens moeten ze uiteraard ook opgeven. Dus dat is, kunnen ze bijvoorbeeld een college selecteren. En aan de hand daarvan kun je ook bepaalde selecties maken. Naam, opleiding. Dus hier kunnen ze dan ook een selectie maken. Opleidingsniveau, leerjaar. Dus dit zijn eigenlijk de velden die ook dan in de beneficiary module en op de agreements moeten komen. Voornaam mentor moeten ze dan nog invullen. Stagebegeleider of IBPV-coördinator. Dat kunnen ze hier invullen. Accompanying persons, dus reisbegeleiders, wie gaat er met je mee, kunnen ze ook hier invullen. Ontvangende organisaties natuurlijk, dat is ook belangrijk. Daar doen wij ook een lijst met vrije invoer. Dus als je ontvangende organisatie in de lijst staat, dan is het heel makkelijk. Dan wordt het voor je ingevuld. Maar je kunt het natuurlijk ook zelf allemaal invullen, mocht dat niet zo zijn. Eventueel leerbedrijf ID kunnen we ook vragen voor de accreditatie via stagemarkt.nl. Dus dat is allemaal hier in dit formulier mogelijk. Uiteraard dan ook nog de contactpersoon of de supervisor bij de ontvangende organisatie, heel belangrijk. En dan de laatste onderdeel, dat zijn de gegevens van de mobiliteit. Neem je deel aan een vakwedstrijd of niet? Dat heeft natuurlijk invloed of je een learning agreement moet ondertekenen of niet. Dus dat geef je hier aan, het type mobiliteit, physical mobility, blended mobility. En ja, aan de hand van je selectie verdwijnen of verschijnen bepaalde velden die voor dat type activiteit ook van belang zijn. En datum heenreis, datum terugreis, vervoermiddel, dat wordt nu steeds belangrijker en belangrijker. Dan ga je groen reizen, niet groen reizen, dus het heeft allemaal implicaties voor het proces. Voertaal, accommodatie, hier kunnen we nog wat extra informatie vragen. Wat wordt voor je vergoed, wat niet? Accommodatie, vergoeding, eventueel salaris. Dus dat is hier allemaal op te geven. Verder hebben we natuurlijk dan de leerdoelen. Dat kunnen ze ook hier invullen. We hebben voor deze demo de leerdoelen opgesplitst in professionele doelen. Dus vul 2 professionele doelen in die met je beroepsvaardigheden te maken hebben. Buitenlanddoelen, 2 buitenlanddoelen, een persoonlijke groeidoel en dan een leerdoel internationale oriëntatie, maar dat is eigenlijk optioneel. Ja, dus dat zijn dan de leerdoelen. En dan hebben we natuurlijk meer velden. Als je een short-term of long-term mobility doet, dan moet je ook nog wat extra velden invullen. Dus monitoring en begeleiding, evaluation format, evaluation criteria en recognition en reintegration. Dus eigenlijk in dit formulier vragen we alle informatie die wij voor het proces nodig hebben en voor het opstellen van de documenten nodig hebben. Alles wat hier staat is eigenlijk customizable, maatwerk om het maar zo te zeggen. Dus het is een standaard tekst die wij dan leveren, maar het is helemaal aan de school om dit naar hun eigen wens aan te passen. Dus wat wij ook zien dat dit ook gebeurt, is dat je dat iets anders formuleert of dat er een extra veld nog even bij moet komen. Want ja, dat vinden we ook nog interessant of dat is voor ons proces intern van belang. Dan voegen wij dat natuurlijk aan dit formulier toe. Dus alles eigenlijk aan dit formulier is ook maatwerk. Ja, dat is dan het formulier subsidieaanvraag. En als de student dit helemaal invult, dan ziet het er zo uit. Dan verdwijnen eigenlijk alle velden, alle rode velden. En dan weet ze, we zijn eigenlijk klaar om dit formulier dan in te dienen en om het proces te starten. Dus dan slaat ze het formulier op, gaat ze terug naar onze portal en dan klikt ze op indienen. Overigens ook alles wat hier op de portal staat en ook alles wat wij hier zo meteen in dit formulier te zien krijgen, dat is ook allemaal natuurlijk aan te passen qua tekst. En in onze ervaring is dat ook eigenlijk heel belangrijk, want deze communicatie, hoe je dingen formuleert, en gelukkig hebben we tegenwoordig ook de ondersteuning bijvoorbeeld van kunstmatige intelligentie. En dan kun je zeggen, formuleer eigenlijk alles op een manier dat heel duidelijk is voor een 16 tot 20-jarige student, mbo-student in Nederland. Dus de formulering is heel belangrijk en daar hebben we, op deze manier kunnen we daar ook heel goed mee omgaan.
Oké, dan zit ze eigenlijk hier. Dat is het aanmeldingsformulier, dus het beginpunt van het proces. Dit is dan waar ze als eerste hun formulier subsidieaanvraag upload. Dus dan selecteert ze het document. Dan willen we nog even weten of ze eventueel te laat is met het indienen. Als ze te laat is, dan moet ze ook een reden opgeven. Want ja, als ze geen geldige reden heeft, dan wordt haar aanvraag ook afgewezen. Dus te laat, nee. Dan hebben we een sectie over verzekeringen. Dus hier hebben we dan de mogelijkheid om wat belangrijke punten over de verzekeringen neer te zetten. Aansprakelijkheid, ziektekostenverzekering, ongevallenverzekering. Dat is normaal gesproken wat bijvoorbeeld hier zou kunnen komen. En dan moeten ze ook geven, ja, dat heb ik inderdaad gelezen en ook begrepen. Dus het is een hele duidelijke uitspraak van de kant van de student. Ook belangrijk is de persoonsgegevens. Hier kunnen ze dan aangeven, ja, ik ga akkoord met de verwerking. We wijzen ze ook erop dat ze hun school-e-mails moeten checken. Alle communicatie die gaat naar hun school-e-mails. Dat is een vereiste vanuit IT-beveiliging en privacy. Ze kunnen dat wel natuurlijk doorsturen naar hun privé-e-mailadressen, maar alles gebeurt. Wij sturen alles eigenlijk naar hun school-e-mailadressen. En dan kunnen we ze ook nog daarop wijzen dat ze bij het elektronisch ondertekenen hun volledige naam moeten gebruiken. Ja, dus dat is eigenlijk het aanmeldingsformulier. Dat vullen ze dan in en op het moment dat ze dit formulier gaan indienen, dan begint eigenlijk het proces. En dan neemt onze digitale collega, want dat is eigenlijk wat wij dan leveren, een digitale collega. Onze digitale collega Emma, heet Emma. En die gaat dan het proces dan vanaf dit moment begeleiden. Ja, dus wat is dat eigenlijk, dat digitale collega? Wat bedoelen wij daarmee? Eigenlijk het concept is net als bij een gewone collega. Dus stel dat je hulp nodig zou hebben met je administratie. Dan neem je iemand in dienst. En wat je dan doet, is je probeert deze persoon dan in te werken. Dus dan laat je deze persoon zien, ja, deze tools gebruiken wij. Dit doe jij, dit is het proces. En dan hoop je dat deze persoon dan eigenlijk op een gegeven moment ingewerkt is. En dan, dan heb je ondersteuning. En dat gaat eigenlijk precies op dezelfde manier. Vandaar dat wij dit concept van een digitale collega hebben. Dus er is altijd een voortraject dat deze digitale collega dan in zo'n organisatie komt. Dan kijken we, oké, wat zijn de processen? Hoe kunnen we dat dan deze digitale collega aanleren? En vanaf dat moment heb je eigenlijk een administratieve ondersteuning die eigenlijk met je werk helpt. Wat doet Emma dan na het indienen van deze gegevens? Nou ja, daar natuurlijk het eerste stukje is communicatie. Alles komt nu eigenlijk binnen in mijn mailbox, excuses, maar voor deze demo is er geen andere manier om dat dan te laten zien. Maar ik zal dan altijd aangeven, oké, dit is nu de mailbox van de student, de mailbox van de mentor of de mailbox van de ontvangende organisatie. Om dat dan duidelijk te maken, hoe verloopt dan de communicatie. Nu kijken we eigenlijk bij de eerste mail naar de mailbox van de student. Dus die krijgt dan melding van Emma, ja, ik heb je aanmelding ontvangen, dit is je case ID en je hoort zo spoedig mogelijk wat de volgende stappen zijn. En dit is nu de mailbox van de mentor, die krijgt dan ook een e-mail. Beste Ina, we willen je graag erop attent maken dat er een aanmelding is binnengekomen voor Anna. En als je hier niets van af weet, ja, dan moet je dat ons even laten weten en dan kunnen we het proces nog even stopzetten. En waar komt eigenlijk dan alles binnen? Waar worden deze gegevens opgeslagen? De gegevens worden opgeslagen op Teams. En om meer specifiek te zijn op SharePoint. En dat hangt tegenwoordig onder Teams. Dus dat is nu tegenwoordig één omgeving. Dit is eigenlijk een Teamsite van het International Office. En daarop kun je dan je documenten opslaan. En wat voor ons heel interessant is, op deze Teamsite kun je dan ook een lijst aanmaken. En dat is dan net als een Excel-lijst.
Hier kun je dan eigenlijk al je gegevens opslaan. Hier kun je dan ook bepalen wat je in Excel niet kunt doen. Je kunt bepaalde views definiëren. En een view is eigenlijk welke van deze 70, 80 data points, gegevens, wil ik dan ook daadwerkelijk zien. Dus bijvoorbeeld onze main view is dan de overzicht actieve cases. En dan willen ze niet alles zien, maar we willen de belangrijkste dingen zien, namelijk... Ja, wie is deze student? Wat is onze ID? Welk land gaat ze naartoe? Wat zijn de datums? Welke documenten zijn vereist? En wat is hun status? Dus de GA, Grant Agreement, is vereist. LA, de Learning Agreement, is vereist. Dus daar zien we al het certificaat achteraf, Participant Report. Dus dit is dan een overzicht wat wij dan zelf ook kunnen aanmaken. Dit is ook volledig customizable, dus het is ook aan de werkwijze van het International Office aan te passen. En we zien ook in de praktijk dat dat ook gebeurt. Dus eigenlijk alle scholen met wie wij op dit moment mee samenwerken, die hebben een iets andere interpretatie. En die gaan dan heel snel hun eigen views aanmaken. En precies dat krijgen ze dan te zien wat ze willen zien van deze gegevens. Wat wij overigens ook kunnen doen hier is, we kunnen ook een versiegeschiedenis dan bekijken. En dat is heel leuk, want dan zie je dus stap voor stap wat er is gebeurd. Dus als er iets wordt gewijzigd aan deze gegevens, dan zie je dat meteen wie wat wanneer heeft gewijzigd. En als er een keer iets niet goed is, dan kun je dat dan altijd ook herstellen. Dus het is ook nog een extra bijkomstigheid. Van deze Teams-omgeving, van deze SharePoint-omgeving. Oké, dus dat is goed dat eruit ziet waar de gegevens binnenkomen op Teams in deze lijst. Oké, de bal ligt nu bij het International Office. Dus wat moet onze medewerker, bijvoorbeeld wat zij nu manueel moeten doen om deze case te verwerken? Nou, wat wij hier natuurlijk niet willen is dat... Wat je met Emma of met een digitale collega, wat je niet hoeft te doen, is een handleiding te lezen. Want als Emma iets nodig heeft van ons, dan vraagt ze erom. Welke manier vraagt ze erom? Heel simpel, in dit geval stuurt ze een e-mail. En in deze e-mail staat dan precies eigenlijk wat je moet doen om deze case te verwerken. Dus hier staat dan, beste collega, deze case is nu gereed voor de verwerking. Kijk alsjeblieft de casegegevens na. Vul de beneficiary module in en dan nog wat extra aanwijzingen, eventueel dat je iets moet aanvinken of niet moet aanvinken. En check of de duur van de mobiliteit voldoet aan de eisen. Bepaal het subsidiebedrag en dan moet je eigenlijk de volgende gegevens nog invullen en aanvullen op SharePoint. En dat zijn dan deze gegevens. Dus dat is wat er moet gebeuren dan tijdens de verwerking. En deze laatste stap moeten we natuurlijk ook uitvoeren om verder te kunnen. Hoe voeren wij deze gegevens in? Heel simpel, we kunnen eigenlijk al deze entries dan gewoon bewerken. Dus wij klikken op bewerken. En dan voeren wij nog in welke call. Tot welke core deze case moet behoren. Mobility ID is eigenlijk vooraf al ingevuld, maar we kunnen daar eventueel nog een andere mobility ID op geven. Activity type is ook al ingevuld. Kunnen we eventueel nog controleren 100%. Dat moet 100% overeenkomen met de beneficiary module. De duur van de mobiliteit ook. Dan vullen wij het subsidiebedrag in. Deze student krijgt 2000 euro. Hier hebben we dan de mogelijkheid om te definiëren. Oké, op welke manier wordt dit uitbetaald aan de student? Of op welke manier krijgt de student dit bedrag? Wordt het bijvoorbeeld een betaling? Of wordt het een direct provision? Wordt er iets ingekocht voor de student? Dat kunnen we allemaal hier selecteren of eventueel zelf intypen. Voor deze demo doen we gewoon een payment. Betalingsbedrag is, hoeveel gaan we dan van de 2000 euro ook uitbetalen? We gaan alles uitbetalen. Hebben we een eerste betaling en een tweede betaling? Ja. En zo ja, wat wordt dan het bedrag voor het eerste betaling? Dus dat is in dit geval 70%. En wat wordt het bedrag voor de tweede betaling? Dat is dan 600 euro. 1400 euro en 600 euro. Ja, dus dat is eigenlijk alle gegevens wat er dan nog ontbreken om eigenlijk alle agreements en alle certificaten op te kunnen stellen. En dat vullen wij dan op deze manier in. Klikken we op save. En dan kunnen we terug naar onze inbox van het International Office en tegen Emma zeggen, ja, we zijn klaar. Wij kunnen dan door.
Wat er dan gebeurt is dat Emma nog even kijkt. Oké, hebben we daadwerkelijk alle gegevens goed ingevuld? Heb ik alles nu om de agreements op te kunnen maken? En hier zegt ze dan bijvoorbeeld, nou, ik zie wel een issue. Je hebt een mentor e-mailadres opgegeven dat niet bestaat binnen jullie organisatie. Ja, dit komt natuurlijk wel voor dat een student dan eventueel een foutje maakt, een typfoutje in het e-mailadres. Dus dat wordt dan door Emma ook opgemerkt. Dan krijgt onze collega van het International Office gewoon deze melding. En dan heeft ze ook de mogelijkheid om dat te corrigeren. In dit geval is alles oké, dit is een alias. Dus het is geen bestaande persoon, maar het e-mailadres is wel geldig. Dus we kunnen wel door voor deze demo. Ja, en dat is dan eigenlijk het moment voor Emma om te kijken. Ja, nu heb ik alles. Welke documenten zijn nu vereist? En die ga ik dan ook opmaken. Wat natuurlijk ook nog belangrijk is, de communicatie. Dus daarvoor verstuurt ze nog een e-mail aan Anna. Je aanmelding is nu verwerkt. De gegevens zijn compleet. En je ontvangt op dit moment 2 documenten. Dus dat is dan het Learning Agreement en de Grant Agreement. Wat gebeurt er met je Learning Agreement? Dus die wordt dan doorgestuurd naar de contactpersoon van je ontvangende organisatie. Nog even de aanwijzing dat je hoe je moet elektronisch ondertekenen. Het bedrag dat je krijgt, dus dat wordt dan €2000. En hier staat dan ook nog wanneer het alles is ondertekend, wat is dan nog je voorschot? Dus dat is dan die €1400. Dat is dan de communicatie en de mailbox van de student. Oké, en dan zien we eigenlijk gelijk al de mailbox van het International Office. Want nu krijgt onze collega een goedkeuringsverzoek. Dus dit is eigenlijk al via Adobe Sign. Dit is het ondertekeningsprogramma Digital Signature Provider wat wij voor deze demo gebruiken. Er zijn ook andere Digital Signature Providers. We werken ook met SignHost. Dat is bij bepaalde scholen ook. En in de regel willen we dat ook zo open houden. Hè? Dus als een school bijvoorbeeld een eigen tool heeft voor digitaal ondertekenen, dan kijken we daar absoluut naar om dat ook toe te voegen aan het proces. Want dat is immers het hele idee, dat je je tools mag gebruiken die je graag gebruikt. Goed, dus dit is dan de inbox van de International Office. Dus onze medewerkers krijgen dan een e-mail, Erasmus Plus Grant Agreement, Review and Approve. En dan klik je op de link als medewerker. En dan kun je nog alles even doorlopen of alles goed ingevuld is. En dus dan zie je eigenlijk al dat de gegevens van de student Anna Maria Groot zijn ingevuld. IBAN is ingevuld, de datums 1 juli, 1 oktober, hoeveel dagen, 93 dagen, hoeveel geld ze krijgt, €2000. Dus dat is alles al ingevuld en de rest is eigenlijk standaard tekst in deze agreement. Wat wij voor deze demo hebben is eigenlijk dat onze subsidieverstrekker, en dat is in dit geval dan de vertegenwoordiger van de subsidieverstrekker, dat is onze directeur van de International Office, die heeft eigenlijk de handtekening al geplaatst. Dus die krijgt niet nog apart een e-mail, maar dat is al zeg maar hardcoded op de grant agreement. Dus in dit geval is alleen de student die hier nog moet tekenen. Ja, die keuren we dan goed als International Office. En dan gaat het daadwerkelijk meteen door naar de student ter ondertekening. En dan hebben we eigenlijk ook nog bij het learning agreement hetzelfde. Dus daar doe je dan ook een goedkeuring. Nadat je hebt gecontroleerd dat alle gegevens ook goed staan. Dus hier is dan de gegevens van de organisatie Learning Context, de leerdoelen die wij hebben ingevuld, die de student heeft ingevuld. De mentoring, responsible persons. En dan evaluatie, recognition en reintegration. En dit document wordt dan ondertekend door de deelnemer, de student, de sending organization en de hosting organization. Dus dat ziet er ook goed uit. Dan kunnen we ook deze goedkeuren als International Office. En dan wordt ook direct een ondertekeningsverzoek verstuurd naar de student. Dus nu is de case eigenlijk verwerkt. En nu breekt dan de periode aan dat de student iets moet doen. In de regel
gaat dat dan soms direct, soms gaan daar een paar dagen of soms ook weken overheen voordat dat allemaal compleet is. Wat wij ook hebben is wekelijkse checks, dus eigenlijk wekelijkse taken die Emma uitvoert. En als Teams daar weggaat, dan kan ik terug switchen, ja. En een van de wekelijkse taken is om te controleren of de student eigenlijk alles al heeft ingediend en alles al heeft ondertekend. Deze ga ik nu handmatig opstarten, want we willen niet 1 week wachten. Maar dit gebeurt in de regel automatisch. En een van deze, de eerste van de wekelijkse taken is om te kijken, is je learning agreement en is je grant agreement al getekend? En met andere woorden, is het klaar om door het International Office bekeken te worden en gereviewd te worden? Dus dat is de eerste wekelijkse taak. Die voert Emma dan ook automatisch uit. En daarbij hoort dan ook reminders. Dus in dit geval krijgt dan Anna, onze student, dan een reminder van let op. Je hebt nog niet alle taken voorafgaand aan je Erasmus Plus mobiliteit afgerond. Je moet nog je grant agreement tekenen en je moet nog je learning agreement tekenen. Dus dat is dan deze reminder die de student dan wekelijks krijgt. Oké, dus de student heeft dit nu gelezen. Het is nu echt tijd om het ook te ondertekenen. Hoe gaat het ondertekenen? Heel simpel, zij krijgen ook een e-mail, precies op dezelfde manier als het International Office. En zij kunnen dan ook nog even door het agreement scrollen. En als ze het gelezen hebben, dan vullen ze een plaats in. En dan zetten ze hun signature. Daar zijn verschillende manieren in, dus je kunt het bijvoorbeeld typen. Je kunt het ook tekenen, dat je eventueel hier zoiets tekenen. Je kunt ook je handtekening uploaden of eventueel doorsturen naar je mobiel en op die manier tekenen. Dus er zijn verschillende manieren voor, allemaal rechtsgeldig. Dus dat is een van deze opties. Mag de student dan selecteren, klikt ze op click to sign en daarmee is dan haar grant agreement getekend. Ze krijgen natuurlijk ook een kopie. Alle partijen die hebben getekend, die krijgen een kopie. En dan kunnen ze dat ook opslaan in hun eigen administratie. Het learning agreement gaat ook precies op dezelfde manier. Ze krijgt een e-mail. En dan kan ze haar handtekening zetten. Oh, ik was denk ik te snel. Je moet nog wel op click to sign klikken, nog een keer. Apply en dan click to sign. Ja. Op het moment dat de student heeft ondertekend, dan wordt het automatisch doorgestuurd naar de ontvangende organisatie. Die krijgt dan ook een e-mail op dezelfde manier. Dus dit is nu de inbox van de ontvangende organisatie. Ik klik nu wat snel hier doorheen, want dit gaat op dezelfde manier. Dus om door te kunnen met deze demo, doen wij hier gewoon heel snel een handtekening van de ontvangende organisatie. En als laatste moet uiteraard ook de sending organizations, dus dat is onze school. En onze mentor, die moet hier ook nog een handtekening plaatsen. Dat ga ik ook heel even snel doen, want dit gaat ook precies op dezelfde manier. Ja, dus eigenlijk alle partijen, dan de 3 partijen, dus de buitenlandse partij en de Nederlandse partij en zeg maar de student en de sending organization, die hebben dan op deze manier getekend en die hebben dan ook meteen een kopie ontvangen voor voor het getekende document.
waar komt dat dan allemaal binnen? Waar zien wij dat als International Office als wij het overzicht willen bewaren? Dus dat zien wij dan hier op SharePoint. Als we ons overzicht verversen, dan moeten wij hier nu kunnen zien dat onze agreements getekend zijn. Dus bij GA staat dan voltooid. En daar hebben we ook een link. Dus daar kunnen we op klikken en dan zien we het gearchiveerde document. Dus dit document is al in ons archief. Daar zien we dan, de student heeft het netjes ondertekend op 18 april. En we krijgen ook een audit history. Dus dit is ook heel belangrijk voor de rechtsgeldigheid. Dus hier kunnen we dan eigenlijk zien, wie wat heeft veranderd aan dit document. En op het moment dat het document is gesigned, dan wordt het ook gesealed. Dus dat betekent dat je geen wijzigingen meer kunt aanbrengen zonder deze seal te breken. En dan is die agreement natuurlijk ook niet meer rechtsgeldig. Dus dat krijgen we dan ook na afloop en precies zo bij het learning agreement. Ja, dus dit is nu eigenlijk het moment dat wij alles binnen hebben. Dan loopt de tweede wekelijkse taak en dat is eigenlijk aan Emma om te kijken, heb ik nu weer alles? Hè, om het de volgende stap, de review stap van het proces op te starten. En dan heeft onze International Office nog even de mogelijkheid om alles nog een keer te controleren. Dus dat start ik nu ook met de hand op, maar dit gebeurt automatisch. Dit is dan de tweede geautomatiseerde wekelijkse taak, dus het uitvoeren van een review. In de tussentijd ga ik hier even wat opruimen, zodat we het overzicht niet verliezen. Dit gaat weg en dit gaat weg. Ja, dus hier zien we dan weer de inbox van de International Office. En Emma maakt hier dan de opmerking, beste collega's, deze case is gereed voor de review. Voer deze acties uit, dus open de agreements, open de documenten en als alles in orde is, klik dan graag op gereed, ga door. Dus in dit geval weten we dat dat in orde is, hebben we al gecheckt. Dus mag deze case door. En dan is eigenlijk de laatste fase nog de betalingsfase. En dat is de derde wekelijkse taak, als ik hierop kan klikken. Dus nu zien we in ons overzicht dat deze case al klaar is om uitbetaald te worden. Dus in de betaling 1 fase. En dan gaat Emma weer wekelijks kijken. Welke cases kan ik dan ook daadwerkelijk doorsturen naar financiën. Ook een geautomatiseerde task. Maar voor deze demo ga ik dit dan ook nog met de hand opstarten. En dat is dan nog het laatste wat moet gebeuren voordat de student op mobiliteit kan. De betalingsfase, betaling 1. Ja, dus als we op betaling klikken, dan krijgt natuurlijk ook de deelnemer een e-mail. Dit is dan de betalingsopdracht. Dus dit gaat naar financiën en hierin staat, voor deze projectnummer, naam, school, of wat voor informatie financiën dan graag van ons wil hebben. En dit is ook dus eigenlijk maatwerk, net iets anders eigenlijk bij alle scholen waar wij dit hebben uitgevoerd. Maar dat is natuurlijk ook oké, het moet ook binnen het eigen proces passen. We kunnen daar ook een document, een Word document en een PDF sturen eventueel. Dus dat is dan de betalingsopdracht. En uiteraard krijgt dan ook de student nog een e-mail van nu is je betaling afgerond. We hebben de opdracht gegeven €1400 naar je over te boeken. Wanneer kun je dit bedrag verwachten en wat moet je doen als je dit niet hebt ontvangen? En veel plezier en succes met je mobiliteit. Dus dat is dan eigenlijk het einde van de pre-mobiliteitsfase. We hebben al het document en de betaling is aangevraagd. De student kan eigenlijk weg. En wat wij hier ook zien is dat vanaf het invullen van de gegevens op SharePoint, dus de verwerking door het International Office, dat is het enige wat je dan handmatig moet doen en de rest gaat eigenlijk vanzelf. Dus het begeleiden van het ondertekenen, dat gaat zelf. Dan is er nog een handmatige checkfase waar je dan nog even moet controleren en daadwerkelijk ook de documenten moet openen. En dan vanaf dat moment gaat ook weer alles automatisch. En dan
wilde ik nog even snel natuurlijk de laatste, de spannende fase laten zien. Hoe gaat het na afloop van de mobiliteit? Ik ga nu heel even de datums aanpassen, want we willen niet tot september wachten om dat te kunnen zien. Dus ik ga nu als einddatum deze week selecteren. Vandaag is 18, dus laten we zeggen 19. Morgen komt deze student terug. En dan willen we ook een datum in het verleden hebben. Zo. Oké, dus dat is de laatste geautomatiseerde wekelijkse taak. Dus Emma kijkt dan ook wekelijks welke mobiliteiten zijn bijna afgerond. En dan gaat zij de laatste fase van het proces opstarten. Dit is ook handmatig of geautomatiseerd, maar dit ga ik voor deze demo ook handmatig even opstarten. Controleer op einddatum, op afronding. En dan voor onze case. En wat zij dan eigenlijk gaat doen is, ze kijkt, oké, welke dag is het vandaag? En komt de student al bijna terug? Komt de student deze week terug? En zo ja, dan moet ik, dan weet hij, maar dan moet ik bepaalde documenten opstellen en e-mails versturen. De eerste van deze e-mails is het informatie over de afronding. Dus daarin staat dan, je einddatum is bijna verstreken, je mobiliteit is bijna voorbij, je moet nog een learning certificate elektronisch ondertekenen, een participant survey invullen en een afrondingsformulier invullen. Hoe ziet het afrondingsformulier eruit? Dat is ook helemaal aan de school zelf, om hier eventueel vragen te verzinnen die van belang zijn voor de eindrapportage bijvoorbeeld. Of gewoon voor de disseminatie. In dit geval hebben we een paar vragen voor de disseminatie toegevoegd. Zou je de stagepack aanbevelen? Wat is het meest leerzame geweest? Welke ervaringen wil je graag? Zal je het meest bijblijven? En als laatste kun je als student ook nog foto's uploaden. En daarmee toestemming geven tot plaatsing op onze stagepagina bijvoorbeeld. Dus dat is dan het afrondingsformulier dat ze invult. En uiteraard krijgen ze dan ook direct en daarna ook nog een ondertekeningsverzoek verstuurd. En dat gaat dan over het learning certificate. Dat ze dan moeten ondertekenen. Of een Erasmus Learning Agreement complement. Of een Europass. Dus dat is nogmaals ook aan de school zelf om te beslissen wat ze graag voor de afronding gaan gebruiken. Voor deze demo doen we dan een learning certificate. Dus hier kun je dan eigenlijk een mooie foto plaatsen als school. En dan staat hier eigenlijk beknopt, from your organization, Anna-Maria Groot, from hospitality, has completed the activity long-term learning mobility in Malta van 1 maart tot 19 april. En dan in de vorm van physical mobility, physical mobiliteit. Dit waren de activiteiten, dit waren de doelen. En dit is het stukje, het verplichte stukje van het Learning Agreement complement. Dan moet je nog aangeven of er iets is veranderd ten opzichte van wat je hebt voorgenomen. De activiteiten en de doelen. Dus dat kun je allemaal tijdens het ondertekenen doen. En dan ga je dat ondertekenen. Dan gaat het daarna door naar je ontvangende organisatie in het buitenland en als laatste weer naar de school. Ik ga dat nu niet meer doen, want dat voegt denk ik niet meer toe aan de demo. Dit gaat precies op dezelfde manier als het Learning Agreement en het Grant Agreement. Dus dit is een ander document dat je dan achteraf tekent. Als je dit hebt getekend, dan moet je natuurlijk ook nog je participant survey en maak een afrondingsformulier. Helaas kunnen we dat participant survey op dit moment nog niet geautomatiseerd, tenminste de status geautomatiseerd opvragen. Dus dat is ook nog een handmatige handeling voor onze medewerkers om dan één keer in de week te checken van oké, wat is de status, heeft de student dan participant survey ingevuld. En dat kunnen ze dan hier bijvoorbeeld aangeven bij jou. Participant, de staat van de participant survey, dan kunnen ze zeggen oké, dat is nu voltooid. Dat is een handmatige handeling en de rest is geautomatiseerd. Op het moment dat alle documenten binnen zijn, dan gaat het precies op dezelfde manier.
dan gaat Emma weer kijken, dan verstuurt ze een reviewverzoek aan onze international office. Onze international office kijkt dan alles nog een keer na, geeft de goedkeuring en dan gaat het in de betalingsfase. En ja, één keer in de week wordt het dan ook door Emma verstuurd voor de eindbetaling. Ja, daarmee is dan eigenlijk ook deze demo ten einde. Dit is wat ik graag wilde laten zien over het automatiseren en digitaliseren van Erasmus. Misschien nog een laatste gedachte hierover. Eigenlijk wat wij zien, wat Emma hier doet, dat is ook wat een menselijke medewerker zou kunnen doen. Dus het is eigenlijk, er is niets geheimzinnigs of iets aan. Dus ook een menselijke collega zou hier een case aan kunnen maken, de status kunnen bijwerken, e-mails kunnen versturen, zou ook een document kunnen uploaden naar Adobe Sign en dat naar de student kunnen versturen. En als het document terug is, dan in het archief hangen. Waar hangt dan eigenlijk het archief? Dus dat hangt dan ook onder Teams, in onze Teams-omgeving. Daar hebben we dan een archief staan. En dan kunnen we dan kijken per call, in dit geval naar onze student Anne. Dus daar zou je dan ook handmatig deze documenten in kunnen hangen. En hier staan dan eigenlijk alles, je grant agreements, learning agreements, je betaalopdrachten en je subsidieaanvraag. Eigenlijk alle documenten, eventueel nog facturen en alles wat je nog voor het proces nodig hebt. Dat komt dan eigenlijk in het archief terecht. Ja, daarmee is dan deze demo ten einde. Dank jullie aandacht. En dan ben ik benieuwd of er vragen zijn of opmerkingen. Ja, ik zie sowieso al een vraag van Noy. Noy, ga je gang. Ja, ik was gewoon even benieuwd. Hoe heet het? Hebben wij een samenwerking van Zatkin met jou? Of hoe wordt dit betaald? Hoe wordt dit geregeld? Doen we dit al? Ik weet het niet. Daar kan ik antwoord op geven. Dit is puur ter oriëntatie. Om eens jullie te laten zien van hoe doen andere scholen het? Ik ben ook vooral benieuwd naar de feedback die jullie hebben op basis van deze demo. En dan gaan we intern eens afwegen van oké, in hoeverre is Zatkin bereid om wellicht in het kader van het vereenvoudigen van het administratief proces hierin stappen te gaan ondernemen. Dit is dus puur een oriëntatie waarbij ik aan jullie heb gevraagd van nou, kijk er gewoon eens naar, maak het eens mee en stel eens wat kritische vragen. Dus waar ik wel naar benieuwd naar ben, Laszlo, hoeveel scholen in Nederland maken op dit moment gebruik van het systeem? Op dit moment hebben we 4 scholen. Dus dat is op dit moment onze baseline. En zijn een paar scholen waar we ook mee in gesprek zijn. Dus dan hebben we eigenlijk 2 scholen waar we nu mee in gesprek zijn over de invoering van het systeem. Maar dat is vaak wat langer traject in het begin. Want je moet ook met verschillende instanties binnen de school praten. Zoals inkoop, ICT en al deze stellingen. Ja. Ja. Oké, en welke scholen zijn dat, Laszlo? Buiten op dit moment Mondriaan, want daar weet ik het van. Ja, precies. ROC Mondriaan, ERS-MBO, dat is uit Ede. Dan hebben we Skalde. En dat is in Terneuzen. Ja, Terneuzen, geloof ik. Skalde. En op dit moment dan ook onze nieuwste school is MBO Amersfoort. Dus daar met MBO Amersfoort zitten we eigenlijk in het voortraject. Dus het inwerken van hun digitale collega. Oké. Noor, had jij nog andere vragen op dit moment? Nee, ik ben alleen heel benieuwd wat Manuela hiervan vindt. Oké. Nou, Manuela, heb jij aanvullende vragen? Ik was wel bang voor je vraag, Noy. Oh, sorry. Ja, want ik heb het meest contact met jou hierover. Ja, er komen een aantal zaken heel erg bekend voor. En want eigenlijk wat het systeem doet, dat doe ik ook. Precies. Ja, dus daar zie ik geen verschil in. Ik weet niet in hoeverre het ook voor jullie minder werk oplevert. In een aantal zaken wel. Het systeem, dus Emma, die stuurt automatisch e-mails voor e-sign. Dus daar zie ik wat. En voor mij zie ik dat ik... ik hou nu handmatig een spreadsheet bij en een digitaal dossier. Dus maar het is ook niet zoveel werk, dat digitale dossier, want ik schrijf gewoon die documenten erin.
En verder wil ik gewoon nog eens een keertje op mijn gemak de presentatie nakijken. Want dan kan ik nog wat vragen stellen. Dus maar in principe, zeg maar, denk ik dat het deel met handtekeningen, dat wel het meeste oplevert. Qua tijd en qua, de datum is niet goed en dit is niet goed en dat is niet goed. Ja. En dat is in ieder bekend, dat ik steeds die dingen terugstuur van, joh, maak het in orde. Ja. Nou, en als daar en ook ik heb een vraagje, sorry Laszlo, aan het begin, en dat was me niet helemaal duidelijk. Als de student alles ingevuld heeft, dan wordt er een formulier geüpload en die wordt verzonden. Maar dan vraag ik me af, naar waar wordt die verzonden? Naar Erasmus zelf? Nee, dus dat is subsidieaanvraag, die komt naar de administratie of naar degene die. Ja. Ja, dus dit gebeurt alles eigenlijk binnen jullie organisatie. Dus dat is ook heel belangrijk. Dus dit is geen externe tool. Dus zo moet je het ook niet zien dat je ergens inlogt. Dus je werkt eigenlijk binnen je eigen organisatie. Je krijgt een collega binnen je organisatie. En die slaat eigenlijk alles op binnen jullie eigen organisatie. Dus dat indienen bijvoorbeeld en uploaden van een document, dat zou dan ook binnen Zadkine gebeuren. Ja. En dus daar komen geen gegevens zeg maar aan onze kant of aan Erasmus. En we kunnen helaas dat stukje ook nog niet automatiseren. Daar kijken we ook nog naar, want dat is ook wat wij met deze tool willen. We willen deze tool ook doorontwikkelen. Dus als er de mogelijkheid komt om de beneficiary module dan ook te automatiseren en om te zeggen, oké, de gegevens direct dan ook op te laten nemen in de beneficiary module, dan voegen we dat ook graag toe. Ja. Dus dat is wat wij ook nog graag willen in de toekomst. En we willen ook wat meer doen voor de eindrapportages. Dus daar vragen onze bestaande scholen ook al naar van, oké, we hebben nu deze gegevens. Hoe kunnen we daar dan een soort van mooie dashboard van maken? Waar je dan precies ziet, oké, hoeveel budget heb ik nog? Welke activiteiten? En eventueel wat statistieken. Hoeveel long-term mobility, short-term mobilities en dat soort zaken. Ja. Ja. Ja, hou ik zelf ook de budgetten bij en zelfs per college wat we kunnen uitgeven, die worden dan ook verdeeld per college. En per college hou ik dan ook bij wat kan en wat niet kan. Ja, ja. Ik denk wat deze tool ook toevoegt is, want dat was ook de vraag. Dat is inderdaad dat voorstukje. Hè? Dus wat wij graag wilden is, die agreements en de grant agreement en de learning agreement, die zijn eigenlijk niet gemaakt om voor een 16 of 17-jarige student in te vullen. Dat is veel te moeilijk en de taal is veel te ingewikkeld. Dus we hebben toen al gezien, oké, we moeten dus iets hebben los daarvan, dat je dan de student kan helpen dat goed in te vullen. En dan moet eigenlijk dat ondertekeningsproces moet een formaliteit worden. Dus vandaar dat wij zeggen, oké, vul eerst dat formulier goed in. Ga dat laten nakijken door je mentor. En als dat helemaal goed ingevuld is, dan is de rest formaliteit. Dan is dat inderdaad, oké, je e-mails, hè? Dan zet je handtekening klaar. Je gaat op stage. Dan heb je geen zorgen meer. Dat is ook wat Noy aangaf. Hè? De taal op de learning agreement en de grant agreement was nogal moeilijk voor studenten en docenten soms. Ja, ja absoluut. Dat wou ik eraan toevoegen. Ja. Oké. Ja, maar soms weet je wel, soms is Google Translate ook erg handig hoor. Dat je denkt, hoe bedoelen ze dit precies? Dan wil Google ook nog wel eens helpen. Maar. Ja. Goed. Oké, had jij nog meer vragen, Manuela? Op dit moment? Nee, dat was even het eerste stukje was me niet duidelijk. En de rest is me wel duidelijk. En inderdaad, ook wat je aangaf voor de student. Dus het heeft qua handtekeningen en voor de student levert het wel wat op. Ja. Okay. Ik zie een handje van Asra. Asra, vertel. Waar gaat het? Laatst nog mijn complimenten. Je hebt heel veel met de workflows opgelost. Dus ik zie dat allemaal op achtergrond draaien en hoe en wat. Ja. Ik heb wel een vraag. Ga je dat nog in Power Apps overzetten of niet? Ja, dit is dus eigenlijk allemaal geïmplementeerd door de Power Platform. Dus wij... Dit is een oplossing die wij dan installeren eigenlijk in jullie tenancy.
En dus daarvoor vragen wij dan ook een eigen omgeving binnen de Plower platform en productieomgeving waar wij dan ja, deze oplossing kunnen installeren. En we hebben dan eigenlijk twee accounts nodig. Hè. Dus eentje is dan voor deze een soort service account voor dan deze digitale collega. Dus die krijgt dan vaak een eigen identiteit. Dus die krijgt een naam. Ja, bijvoorbeeld Emma. We hebben ook een Barney. We hebben ook een Ara. Dus verschillende zeg maar, kinderen in de familie. Dus die krijgt een eigen identiteit. En dan vragen we ook nog om een service account. En dat is dan puur en alleen voor ons. Om dan ja, vooral de upgrades en dat soort zaken te kunnen regelen. En welke licenties heb je dan nodig? Ja, een gewone licentie. Een Office 365 of Microsoft 365. A5 of A3 voor faculty. Dus dat is eigenlijk wat jullie denk ik standaard alle medewerkers al hebben. We hebben een Education 5. Dus, Dus dat voldoet perfect. En dan een iets betere licentie voor Power Automate. Dus dat is een premium licentie. Dat zit dan vaak niet in jullie tenancy. En uiteraard is dan de grote vraag. Oké, welke tools zouden jullie willen gebruiken voor het digitaal ondertekenen. Voor het elektronisch ondertekenen. Is er al iets aanwezig? Of is dat ook iets wat eventueel dan nog moet komen? Maar dat is ook eigenlijk buiten ons. Wat wij zien is dat jullie via SURF, you know, of die andere instanties, dat ook geregeld is en snel geregeld is. Bijvoorbeeld het afnemen van Adobe Sign of het afnemen van SignHost. Dat is een ingeregeld proces binnen de school. En dan hoe wordt dat? Oké. Het zijn hele gevoelige gegevens. Ja. Dus dat moet ook geregeld worden. Ja, dus precies. Dus die aanvragen en Dat was ook inderdaad onze insteek van hoe kunnen we dat ook zo makkelijk mogelijk maken voor de scholen. In principe voor de wet zijn we geen verwerkers. Want wat wij doen is, we doen geen structureel verwerken. Dus als je bijvoorbeeld een paar keer inlogt om te kijken hoe je tool dan functioneert, krijg je natuurlijk daarbij gegevens van personen te zien. Maar dat is geen gestructureerd verwerken voor de wet. We hebben natuurlijk ook een privacy toets laten maken en alles. Maar we hebben besloten om toch onze verantwoording te nemen. Want ja, we loggen dan toch in en we krijgen dan toch gegevens te zien. Dus we gaan deze discussie dan eigenlijk ook niet aan of we wel of geen verwerker zijn. Dus we zijn vrijwillige verwerkers. En dan sturen we natuurlijk ook een... Dat kan anders gedaan worden. Toch als jullie update of wat dan ook doen, dat kan je ook via ons doen. Dus dat wil je in en dan kunnen wij met onze systeemaccount dat uitvoeren. Ja. Dan hebben jullie geen toegang meer nodig. Ja in principe hebben we deze toegang nodig voor het onderhoud en voor de upgrades. Dus dat zit eigenlijk ook in onze service. Erasmus is iets wat heel vaak verandert. Dus eigenlijk jaarlijks heb je dingen die je moet aanpassen. Toen we zijn begonnen dachten we nog dat wij een systeem kunnen ontwikkelen. En dat wij dat kunnen overdragen aan de scholen. Maar daar moesten we heel snel van afstappen. En nu zien wij dat wij ook gewoon het onderhoud en vooral de doorontwikkeling ook heel intensief moeten doen. Om bij te kunnen blijven. Want wat wij ook niet willen is dat wij een tool leveren aan de scholen. En wat er dan gebeurt is, de eerste jaar 100% van je taken zijn geautomatiseerd. Alleen het tweede jaar heb je al veranderingen. Dus dan is het 90%, derde jaar 50%. En dat is wat wij zien, dat gebeurt met alle tools die je zo aanschaft. En daar willen we dan eigenlijk niet naartoe. Dus we willen eigenlijk een tool dat 100% blijft werken en meegaat met de tijd. Dat is onze dienstverlening en dat is... waarom we dan ook deze toegang nodig hebben om deze upgrades te kunnen doen. Ja. Maar dat regelen we dan via de verwerkersovereenkomst. Dus dat hoort er allemaal bij. En het is een hele simpele case nogmaals, omdat eigenlijk alles binnen jullie organisatie blijft. Dus wij krijgen alleen maar af en toe gegevens te zien. Dus dit is het meest makkelijke optie voor verwerking. Wordt hiervoor een teamsite gebruikt? Via Teams of... Dus het opslag van de gegevens... Toegang voor... Ja?
Ja, dus het opslag van de gegevens gaat via Teams en dan SharePoint eigenlijk wat daaronder hangt. Ja. Ja, dat weet ik. Maar wat vraag ik is, geef je het naar het externe ook toe? Verleen je toegang naar een bedrijf of niet? Nee, absoluut niet. Nee, dus dat Teams is alleen, dat willen we ook binnen het bedrijf heel, heel klein houden. Dus echt alleen maar personen die moeten toegang hebben, die ook iets met Erasmus doen. Ja, dus niet iedereen, zelfs geen directeur, niemand eigenlijk toegang. Dat is ook een must tegenwoordig vanuit de wet. Ja, voor. Had jij nog meer vragen, Asra? Nee. Wel, maar dan ga ik dat nog even verder kijken. Oké, ik heb zelf nog wat vragen, Laszlo. Een van de grootste dingen waar wij tegenaan lopen is de onjuistheid van gegevens van e-mailadressen van bedrijven. Enerzijds omdat bedrijven heel erg slecht zijn om het bij te houden in hun eigen erkenning van het leerbedrijf. Is het zo, is dat er bijvoorbeeld een verbinding is met de databases vanuit de SBB? Dat is een vraag die ik heb. De tweede vraag die ik heb. Wij hebben natuurlijk ook data van onze studenten. Op het moment dat een student zijn studentennummer intoetst, dat een aantal gegevens automatisch zouden kunnen verschijnen. Want dat gaat voor een student denk ik ook een ontzettend veel voordeel opleveren. En om te voorkomen dat je vervuiling van data krijgt, dat ze de ene keer Pietje heten en de andere keer Klaasje. Ja. Dus de eerste vraag, hebben we eigenlijk een soort van een check? Nee, dat hebben wij niet voor de gegevens van de ontvangende organisatie. Dat is inderdaad het belangrijke. Dus daarom zeggen we ook, oké, dat formulier, als je dat formulier goed invult, en dat is natuurlijk ook de mantra van hierbij, dat formulier, daar moet je echt zorgen dat dat e-mailadres correct is. Natuurlijk kunnen we niet verwachten dat dat correct is. Wat er dan gebeurt is, daar kom je dan achter tijdens het ondertekenen. Dus dan krijg je ook een bericht van Emma. Hey, ik heb dit document aangeboden bij de ontvangende organisatie. Dat is niet gelukt. Dit e-mailadres is niet goed, niet correct. En dan moet je dat opnemen met de student. Daar is helaas geen, op dit moment zien we nog geen manier om dat te checken. Want er is geen database. SBB zou je natuurlijk ook kunnen doen, maar ja, daar... Niet alle bedrijven tenminste. Het is ook geen eis om daar dan ook geregistreerd te zijn. Dus dat doen wij nu nog niet. Maar we zien ook, dat is ook geen probleem in het proces. Dat komt, daar zien we dan ook de statistieken. Dat gaat eigenlijk heel goed. Af en toe moet je dan als International Office medewerker iets corrigeren. Ja, dus dat is helemaal goed. En je tweede vraag was... We hebben natuurlijk een studentenregistratie. Oh ja, de studentenadministratie. Ja. Ja, in hoeverre is daar een link mee te maken als het gaat om voor ingevulde informatie? Dat hebben we onderzocht. En eigenlijk onze conclusie was samen met de school, dus we hebben een pilot gedaan, dat we dat niet gaan doen, want het levert heel weinig op. Er waren twee dingen die naar voren kwamen. Ten eerste dat je niet helemaal kunt vertrouwen op je administratie. Want kijk, een student heeft zich geregistreerd bijvoorbeeld 2 jaar geleden met een e-mailadres, bijvoorbeeld of een telefoonnummer. En is dat dan nog geldig? Geven ze door dat deze gegevens ook geldig zijn? En wat we zagen is soms eigenlijk niet. En eigenlijk alle gegevens wat wij daar zagen op dat formulier, dat is eigenlijk alleen maar dat eerste stukje. Hè? Dus dat is... zeg maar, 10% van de gegevens. En voor deze 10% van de gegevens dat een student zo heel snel invult, ga je heel veel werk doen, want dan kom je weer in de privacy categorie. Want je gaat eigenlijk dan een verbinding aanvragen met een systeem, wat een heel gevoelig systeem is, want daar staan andere gegevens ook over de leerlingen. Ja. Dus dan moet je dat binnen de school met de privacy officer. En we hebben het onderzoek, de uitkomst van deze onderzoek was, dat is het eigenlijk niet waard. Laat de studenten dat dan gewoon zelf even invullen. En dat gaat eigenlijk prima, wat wij zien in de praktijk. Goed. Ik zie weer een handje van Asra. Ja, maar gaat die verificatie niet via Office 365? Want als student loopt in, dan met zijn schoolaccount, dan is dat officiële adres. En die moet weer gebruikt worden. Ja, absoluut. Je hebt al een verificatie. Kijk, het e-mailadres gebruiken we natuurlijk wel. Ja, dat is altijd correct. Dat is ook student e-mailadres. Ja, dus dan loopt het proces al door. Precies.
Dus dat is altijd. Maar dat zag ik met die workflow, dat wordt gelijk. Dan kan je ook gelijk verificatie doen en dan is het klaar. Okay. Ja, alleen meer gegevens niet. Dus niet je adres of wat dan ook. Dat zit natuurlijk niet aan je Office 365 account gekoppeld. Dus en dat willen ze. Ja. AD. Dat, ja. Oké. Okay. Ja. Nog meer vragen, Astra? Nee. Oké. Okay. Stel je nou voor, hè, want bedoel, we gaan hier eens. Hebben hier nu een aantal mensen bij elkaar gehad. En nog niet alle mensen die wellicht bij het proces betrokken zijn, zijn hierbij aanwezig geweest. Is dat we om een tweede demo vragen? Is die mogelijkheid er dan? Ja, natuurlijk. We kunnen dan ook even samenkomen voor een tweede demo. Geen probleem. Mm-hmm. Oké. Okay. En de andere vraag die ik heb, dat op het moment dat we zeggen, nou weet je wat, we willen ermee in zee gaan. Hoe gaat het dan proces? En wat is dan de hoogte van het bedrag voor de aanschaf? En wat zit er in het servicecontract ingesloten? En want zoals je terecht zegt, hè, bij Erasmus worden de documenten jaarlijks veranderd. Maar daar lopen wij ook zelf tegenaan. Soms hebben we het nog wel eens in de gaten. Dus dat zou wel handig zijn. En dat doe je waarschijnlijk bij al die scholen. Want die hebben natuurlijk allemaal hetzelfde probleem. Ja, absoluut. Dus we zien hetzelfde probleem. Ja, dat is waarvoor wij, en dat heb ik al verteld, wij deze servicecontract aanbieden. En dat is inderdaad om met deze heel dynamische wereld om te kunnen gaan. Wat krijg je dan eigenlijk als dienstverlening? Dus je krijgt eigenlijk dat stukje analyse, dat inwerken. En dus dan gaan we samen zitten de eerste 3-4 maanden. In de regel 2 keer in de week is voldoende. Het is ook helemaal aan te passen natuurlijk aan het tempo van de school. Maar in de regels in de 2 keer in de week gaan we dan kijken, oké, wat zijn de processen en hoe kunnen we dat dan helemaal aan elkaar koppelen? Dus dat is het voortraject. Dan gaan we dat customizen, dus dan gaan we dit systeem, ons systeem, jullie systeem maken. Dus dat is dat maatwerkgedeelte. Dan gaan we dat installeren in jullie omgeving. Ja, dus dan doen we het eerst voor de studenten, maar we doen het daarna natuurlijk ook voor de medewerkers. Dus dan heb je eigenlijk 2 processen die naast elkaar lopen. Eentje voor de studenten en de medewerkers. En vanaf dat moment gaat dan het onderhoudsfase in. Onderhouds- en upgradesfase. Wat doen wij dan in deze fase? Wij doen dan een stukje functionele ondersteuning. Dus vooral in het begin. Oh ja, hoe doe ik dat ook alweer? Of deze student komt eerder terug en dan helpen we met deze dagelijkse vragen. Dus dat is een stukje ondersteuning over de functionaliteit. Wij doen inderdaad een klein stukje Erasmus consultancy in de zin dat we een iets bredere blik hebben. Hè? Dus dan kunnen we jullie vertellen, oké, dit zijn die opties. Bijvoorbeeld, jullie zitten hiermee, een andere school heeft dit gedaan, een andere school heeft dat gedaan. Dus we kunnen daar ook iets mee helpen. Dus dat is een stukje consultancy. Uiteraard gaan we dan kijken naar de noodzakelijke upgrades, noodzakelijke updates. En dat is bijvoorbeeld, de National Agency zegt morgen, je moet een extra document hebben. Ja, dan zorgen we dat dat document ook komt. En het laatste is, en dat is nog het leukste wat vind ik aan deze dienstverlening, is we kijken ook eigenlijk jaarlijks, oké, hoe kunnen we het proces beter maken? En dan kijken we samen, oké, is het... Bijvoorbeeld door middel van een nieuwe dashboard. Of wat kunnen we doen om het nog makkelijker te maken? Dan gaan we de formulering aanpassen. Wat zijn de dingen die we graag zouden willen veranderen? Dus deze 4 dingen krijg je dan. Dat is dan in het pakket opgenomen. Hiervoor vragen wij eigenlijk een standaard abonnementsfee. Dus dat is een jaarlijkse fee. Op dit moment is dat dan... €15.000 bij een jaarlijks contract. Dus als je 1 jaar contract hebt en dat je dat dan jaarlijks verlengt. Wij geven ook korting voor langere termijn, maar daar vroegen ook onze klanten naar. Dus daar willen we ze ook tegemoet komen om eventueel de kosten wat lager te maken. Dus we zeggen oké, als je een extra jaar erbij neemt, dan krijg je 5% korting voor elk extra jaar. Dus dat betekent een 2 jaar contract. Dan krijg je 5% korting. Dus in plaats van €15.000 per jaar, betaal je dan €1.450 per jaar. Enzovoort, als je een langere contract afsluit. Dus dat zijn op dit moment dan de kosten. Daar zit, wat daar dan nog niet bij zit, dat zijn kosten voor de licenties.
Maar goed, dat varieert. En dat ligt eigenlijk aan jullie, aan de school, om daar de keuze te maken welke provider jullie graag daar willen gebruiken en wat dat gaat kosten. Dus daar weet ik niet zo heel veel vanaf. Alleen zo'n ballpark idee heb ik dan. Ja, okay. Dus dat zijn eigenlijk alle kosten. Okay. Dankjewel. Zijn er vanuit de mensen die mensen hebben meegekeken nog andere vragen? Nee. Nee? Oké. Okay. Nou, dan bedank ik je, Laszlo, in ieder geval voor deze uitgebreide demo en de toelichting die je daarbij gegeven hebt. Ik moet zeggen, ik kijkend naar de dingen waar we hier tegenaan lopen, zie ik zeker wel een aantal kansen en een aantal mogelijkheden. Maar goed, daar moeten we het intern natuurlijk met elkaar ook nog eens even over gaan hebben. Bedankt voor je bijdrage. Ik kom zeker bij je terug om daar een vervolg aan te geven. Bijvoorbeeld toch nog een tweede demo. En ik zie nog een handje van Astra. Een vraagje over dat financiële stuk. Wanneer verwacht je dat dat wordt klaar? Is dat een vraag aan mij? Ja, aan jou. Want dat hoort bij je applicatie. En dat financiële stuk. Jullie zijn bezig met dat opbouw of nog niet? Ja, nee, het is een bestaand systeem. He, dus eigenlijk in plaats van dat je betaalt voor een systeem, en zo zijn we begonnen. We zijn begonnen eigenlijk met het leveren van een systeem en dan heeft een school in één keer 40.000, 50.000 euro betaald. Dus daar hebben we nu van afgestapt en we hebben gezegd, oké, je betaalt helemaal niks meer eigenlijk voor het bouwen. Je betaalt niks meer voor het aanpassen van het systeem, dus het maatwerk. Het enige wat je dan betaalt is een jaarlijkse fee. Abonnement. Je abonnement. Natuurlijk, je kunt ook zeggen, oké, we laten jullie dit systeem bouwen. We betalen die 15.000 euro en na een jaar zeggen we bye bye. Dat is voor ons heel vervelend, maar die mogelijkheid hebben jullie. En dat is omdat wij ook geloven in geen vendor lock-in. Dus we willen niet dat je heel lang aan ons vast zit. Dus deze mogelijkheid hebben jullie ook. Dus dit risico nemen we ook. Dit kan gebeuren. Maar wij vinden dat onze dienstverlening en alles, dat een hele prettige samenwerking is eigenlijk voor de langere termijn. En dat echt een hele goede tool is voor Erasmus. Dus wij nemen dit risico dan ook graag. Maar dat is that's all. Dus okay, het systeem is er al, het productwerk en maatwerk. Het is maatwerk, dat is zeker. Ja. Manuela had over die overzicht qua financiële vragen voor studenten. Aanvragen en wat is uitbetaald. Dat gaat ook per school, neem ik aan, Manuela. College, ja. Per college, ik begrijp even, ja. Had je het tegen mij? Ja, natuurlijk. Oh, sorry, ja. Ik verstond het niet goed. Ik verstond ook je vraag niet goed, sorry. Jullie doen ook dat financiële kant van de financiering van student. Dat wordt dat uitbetaald en dat iedere school geeft een bepaalde subsidiefond, die is daar toegekend. Laszlo gaat het over overzichten daarvan. Ja. Wordt dat bijgehouden in de applicatie zelf? En wat wordt verder ermee gedaan? Je doet dat nu zelf via Excel-bestand? Ja. Ja, twee dingen. Een Excel-bestand is voor mij eigenlijk een schaduwadministratie. En ik kan natuurlijk allerlei draaitabellen maken en filters toepassen. Dus dat is voor mij erg handig. Dus ik hou op twee manieren. Hou ik dus inderdaad het budget bij voor de. Hè, dus ik kan hem zeg maar in de module, in de beneficiary module, kan ik. Niet per college dus de budgetten bijhouden. Dat kan ik wel in mijn Excel spreadsheet. Dat. En zo hou ik het bij. En het, ook wel eens dat Erasmus kan, zeg maar de module, die kan wel eens de dagen eruit liggen of weken eruit liggen of traag zijn. En dan heb ik 20 mobiliteiten toegevoegd en dan blijft die gewoon staan op bedrag, dus typisch de Europese Unie, denk ik dan, maar goed. En mijn spreadsheetje houdt dat gewoon bij, dus er is een druk op de knop en dan weet ik gewoon of we on target zijn, zeg maar, met de budgetten. Het zou natuurlijk ook goed zijn als colleges daar zelf veel beter inzicht in zouden gaan hebben, zeg maar. Is dus als je op basis van de...
Ja, als je op basis van de grant agreements kunt zeggen, nou jongens, dit is wat er op dit moment aangevraagd is en dit is wat colleges... Die vind ik link hoor. Kijk, daar ben ik eigenlijk gelijk al op tegen. Docenten zijn docenten. Degene die de administratie doet, de administratie, zijn twee hele aparte vakgebieden. En dus dat zie ik wel graag als dat wij het vier ogen principe zijn. Dus dat zie ik eigenlijk liever op een andere wijze. Ja. Maar goed, dat had ik al eerder tegen je gezegd, hè? Ja, wat ik bedoel is dat op het moment dat een coördinator van een college, en die hebben we, dat zijn de contactpersonen die regie voeren op het proces, dat het voor hun wel handig zou zijn is om dat in beeld te hebben. Zodat ze ook weten van, joh, ik hoef die aanvraag nog ineens in te dienen, want het budget van mijn afdeling is op mijn spreken. Maar goed, dat is iets waar we met elkaar over in gesprek kunnen gaan. Ja, maar dat weet je, iedereen die krijgt gewoon door wat hij mag besteden. En als je dan de grant agreement ondertekent, dan weet je in ieder geval dat je dat stuk al besteed hebt. En als je helemaal nooit een aanvraag ingediend hebt, zodat er ook geen aanvraag naar Erasmus is gegaan, dan hoef je helemaal niks in te dienen. Nee, maar die wijsheid hebben jij en ik. Maar als ik ga kijken naar de contactpersoon internationalisering in onze algemeenheid, die houden op dit moment nog niet bij wat hun eigen besteding is. Nee, daarom. Dus dan vind ik het heel fijn dat ik het doe. Oké, maar het zou inzicht geven, denk ik. Ja. Oké. Andere vragen nog? Nee, jongens, ik ga er vandoor. Ik heb vandaag eigenlijk vrij, we hebben straks nog een meeting. Dus heel fijn dat je erbij was. Ja. Mooi. Dus, we komen er nog op terug in ons netwerk, denk ik. De sessie is opgenomen, dus die kunnen we sowieso gebruiken. Als er geen vragen meer zijn, Laszlo, dan wil ik je hartelijk bedanken voor deze demo. En we houden even contact. Graag gedaan. Dank nogmaals voor jullie aandacht en interesse. En ja, laat maar even weten als wij nog iets kunnen doen. Dankjewel. Dat was duidelijk. Dankjewel. Ja. Graag gedaan. Doei.